Ja, kijkers, frommers, welkom bij deze iets andere video dan normaal. Ik heb de afgelopen tijd wat minder geüpload. En waarom kan dit? Ik had gewoon af en toe hartstikke druk. Ik zit niet heel erg lekker op school met mijn cijfers en zo. Ik heb ondertussen ook nog een bedrijfje wat ik probeer te onderhouden, waardoor ik iets van inkomsten krijg. En ik heb ondertussen ook nog een YouTube-kanaal. Nou, en dat weten jullie allemaal, daar kijken jullie naar. Voor mijn YouTube-kanaal doe ik echt ontzettend veel mijn best om gewoon video's op tijd online te krijgen en gewoon mijn best te doen om te zorgen dat er gewoon video's blijven komen. Maar af en toe lukt dat gewoon niet. En ik moet zeggen, ik zit af en toe gewoon echt tegen het randje aan van gewoon te druk hebben. Mijn hele vakantie, ik heb net 2 weken vakantie gehad in de meivakantie. Ik ben eigenlijk vrij veel bezig geweest met gewoon rust nemen. Ik had wel vrij wat verplichtingen nog waar ik naartoe moest. En nog een aantal dingen die ik gewoon echt moest doen. Maar voor de rest heb ik heel veel tijd voor mezelf genomen. Ik heb een heleboel Test Drive Limited 2 gespeeld. Ik heb 1 keer in de zaterdag gelivestreamd. En ik ga... sterker nog, ik heb 2 keer gelivestreamd op een zaterdag. En ik kwam erachter dat de weergaven... Dat die enigszins hetzelfde zijn gebleven. Dat vind ik super chill. Dat ik gewoon op jullie een beetje kan vertrouwen. Dat ook al upload ik niet. Dat jullie gewoon nog steeds mijn video's blijven kijken. Want ik heb bijna... Hoeveel video's heb ik ongeveer? Ik zal eens even snel kijken. Wait for it guys. Komt eraan hoor. Hoeveel video's? Kom op, vertel mij. Ik heb meer dan 500 video's. Ik zit nu rond de 550 video's ongeveer. Nou, dat is best wel veel. En de afgelopen tijd zijn er best wel wat abonnees bijgekomen. Dus ik heb zo'n vermoeden dat jullie nog lang niet al mijn video's hebben gekeken. Dus dat is best wel gaaf. En ik heb allemaal afspeellijsten gemaakt. Die vind je ook terug op mijn website. Die kun je ook vinden op mijn kanaal zelf. Met alle series die ik ooit gedaan heb. Daar staan bijna alle video's staan er wel in. Er zijn een aantal video's die kon ik nog niet definiëren in een bepaalde afspeellijst. Maar daar ben ik nog mee bezig. Verder ben ik veel bezig geweest met andere video's. Ik ben een weekje in Praag geweest, waardoor ik dus ook wat vertraging heb opgelopen met mijn video's. Dus dat zijn een aantal dingen die gewoon meespelen. In mijn vakantie heb ik dus een heleboel Test Drive gespeeld. En ik vind Test Drive echt ontzettend leuke game. En toen zat ik te denken van, ik wil gewoon eigenlijk eens een keer gewoon een week dat ik gewoon Test Drive ga spelen op mijn kanaal. En toen heb ik zitten denken van hoe kan ik mijn kanaal nou anders maken? Want ik doe nu redelijk wat series door elkaar heen. En elke dag is bijna een andere serie. Behalve Minecraft die komt 2 keer en op de donderdag heb ik nu niks. Dus ik heb zitten denken van dan kan ik misschien op de donderdag ook nog wel Test Drive erbij doen. Nou, Test Drive werd niet heel goed bekeken. En dat vind ik op zich best wel jammer. Dus ik heb zitten denken van wat nou als ik gewoon om de week een nieuwe serie doe? Dus als ik gewoon bijvoorbeeld 1 hele week Minecraft doe, dan 1 hele week Test Drive, dan 1 week Plants vs. Zombies. Dat ga ik dus gewoon eens even proberen. Ik ga gewoon elke serie die op dit moment op mijn kanaal draait, ga ik gewoon 1 week lang al die series bij langs. Dus dan heb je gewoon van maandag tot en met zondag Test Drive. En dan die week daarna maandag tot en met zondag Minecraft. Dat was ik een beetje van plan. En misschien ga ik dan ook nog wel eens een keer livestreamen en dan misschien die game zelf wel. Ook al kan ik niet heel veel games livestreamen, dat is een beetje jammerlijk. Volgens mij zit mijn videokaart een beetje tot de max op dit moment. Dus daar moet ik even naar kijken hoe dat precies werkt. Maar ik ga proberen om zoveel mogelijk games ook gewoon te kunnen livestreamen dan. Moet ik daar dus wel tijd voor hebben. En ik kan s'avonds nooit livestreamen. Ik kan s'avonds ook nooit opnemen, want zie je die muur daarachter? Nou, daarna slapen mijn ouders. En mijn ouders gaan best wel vroeg naar bed toe, vind ik zelf. En mijn zusje die ligt op dezelfde verdieping. En die is 10. Dus die slaapt ook al best wel vroeg. Dus s'avonds wordt hem eigenlijk nooit. Dus ik kan wel eens een keer op een zaterdag bijvoorbeeld, kan ik wel livestreamen. Nou, dat ben ik ook wel van plan om te gaan doen. Dat gaat lang niet altijd lukken, want de zaterdag is de enige dag dat ik echt gewoon een beetje rust heb. Dus dat ga ik proberen om daar misschien wat opnames te doen. Of, nou ja, ik zie wel. Dus vandaar. Maar goed, dus ik wil eens even kijken hoe dat jullie bevalt als ik gewoon 1 week lang dezelfde serie doe. En elke week weer een nieuwe serie. Ik ben benieuwd hoe jullie dat oppakken. Dus dat ga ik eens even proberen. Verder heb ik vandaag, dat is vrijdag 8 mei, heb ik opnames met grappies van de Balkenbende.
Dus een heel chill kanaal. Ik kijk ze zelf ook en ik vind de video's vind ik best wel leuk af en toe om te zien. Dus check hun kanaal ook zeker even. Link staat in de beschrijving, dus doe dat even. Daar komt namens mee en nou ja, ik ben benieuwd wat eruit gaat komen. Volgens mij gaan we iets in Minecraft doen. We moeten nog even afspreken. Dus dat is ja, best wel leuk. Ik heb er zin in. Dus nou ja, ik hoop dat jullie ook zin hebben in de vernieuwing van mijn kanaal een beetje. Ik probeer mijn kanaal steeds te verbeteren. En ik probeer een heleboel toffe video's voor jullie te maken. Alleen het lukt niet altijd even goed. Omdat ik gewoon echt te weinig tijd heb. Dus, vandaar. Nog één dingetje over mijn computer. Ik had een heleboel video's gemaakt over mijn computer. Ik was van plan om daar vier verschillende video's over te maken. Namelijk de keuze waarom heb ik die componenten gekozen. De specificaties van die componenten. En de unboxing ervan. Plus een timelapse van de hele computer in elkaar zetten. Dat doe ik met mijn camera en een los audio recordertje. Waarom doe ik dat? Omdat de audio van mijn camera gewoon op zo'n afstand gewoon crappy is. Normaal zet ik iets verder naar achteren toe, zet ik dichter bij de muur. En dan staat mijn camera ongeveer op dezelfde plek. Dus vandaar. En over zo'n afstand is het geluid van de camera echt crappy. Geloof mij, dat wil je gewoon amper horen. Dus vandaar dat ik zo'n los audio recordertje erbij heb. Alleen ik ben niet de enige die dat recordertje gebruikt. Mijn vader gebruikt hem ook. En ik was vergeten om het bestand van de tweede opnamedag. Ik had het verdeeld over 2 dagen. Omdat de componenten niet allemaal tegelijk binnenkwamen. De tweede opnamedag, daarvan was ik vergeten om het audiobestand naar mijn computer over te zetten. En die is nu dus gewoon weg. Dus die heb ik niet en die kan ik dus ook helemaal niks meer mee. Dan kan je zeggen van, nou dan gooi je toch gewoon zo de video online. Nee, dat wil ik niet. Ik wil gewoon goede kwaliteit video's op mijn kanaal hebben. En ik wil dat ik er tevreden over ben wat ik upload. En op dit moment ben ik er niet tevreden over als ik dit ga uploaden. Wat ik nu heb liggen. Wat ik wel kan doen is nog steeds de timelapse uploaden. Dat ga ik ook nog steeds wel doen. Dus dat wordt best wel gaaf. Dan hebben jullie in ieder geval iets over mijn computer. Maar de rest van de video's die komen helaas niet online. Ik ga wel binnenkort nog een nieuwe setup video maken. Maar die wil ik ook iets beter doen dan de vorige setup video. Dus daar ben ik ook nog even naar aan het kijken hoe ik dat ga doen. En daar ga ik natuurlijk wel mijn hele computer bij langs ook. Dus mijn computer, die krijgen jullie sowieso nog wel te zien. Dus, ik hoop dat jullie tevreden zijn over de resultaten afgelopen tijd op mijn kanaal. Over de video's van mijn kanaal. Ik ben in ieder geval wel hartstikke tevreden daarover. Ik heb weer een aantal abonnees erbij gekregen. Ik zit nu op 168 abonnees. Super chill. Ik had het echt nooit verwacht. Dus ik ben benieuwd hoeveel er binnenkort nog bij gaan komen. En nou ja. Ik ben benieuwd hoe jullie op mijn nieuwe format gaan reageren. Dus, ja, bedankt voor het kijken zou ik zeggen. Geniet van de series de komende tijd op mijn kanaal. Ik weet nog niet vanaf wanneer ik dit in laat gaan. Ik ga kijken of ik dat zo snel mogelijk kan doen. Maar dat betekent wel dat ik gewoon genoeg video's daarvan op voorraad moet hebben. En dat is lang niet altijd bij mij het geval zo. Dus, bedankt voor het kijken. Druk op het duimpje omhoog. Druk op het knopje abonneren. En het knopje delen kan onderaan deze video. Zou ik super chill vinden. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug bij een hele andere serie op mijn kanaal. Elke week een andere serie. Ik ben benieuwd hoe jullie dat op gaan pakken. Bedankt voor het kijken en tot later.